Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze leuke smurfing kan maken. Wat heb je hiervoor nodig? Natuurlijk witte elastiekjes, blauwe elastiekjes. Ik gebruik alweer donkerblauw, omdat mijn lichtblauw op is en je kan hem niet goed zien op de Rainbow Loom. En gele elastiekjes voor haar haar. Om haar haar vast te verbinden, hier aan de achterkant, heb je ook nog een S of een C-clip nodig. En hier zit bij mij ook nog eentje, omdat mijn jurkje was losgesprongen. Natuurlijk heb je ook kraaltjes nodig. Of catbands. Maar dat heb ik al in mijn vorige video's uitgelegd. En dit is eigenlijk hetzelfde als ze hebben gedaan met bril. Ja, met Smurf. En met grote Smurf. Alleen dan in een meisjesvorm. Oké, laten we beginnen. Oké, we gaan beginnen met de haren. En daarvoor heb je gele elastiekjes nodig. Ja, ik heb ze hieronder al een beetje voorgelegd. We beginnen met onze haaknaald. Je pakt een capband van 4 ringen. Dus 1, 2, 3, 4. Daarna pak je 2 elastiekjes. Spreid ze een beetje open. En haak ze er doorheen. Nou, tenminste de capband. Zo. Nu stel je veilig. Je hebt 21 elastiekjes nodig. Voor 1 haarstuk. En je moet er 4 maken. Dus het is nummer 2 bij mij. Drie. Zorg dat ze elkaar wel goed zitten. Elkaar niet overlappen. Niet alles. Weer 2 elastiekjes pakken. Alles er doorheen. Terugsluiten. En zoals ik net al zei, dat doe je 10 keer. Je mag zelf weten hoeveel keer je doet. Ik doe het 10 keer, omdat je dan mooi lang haar krijgt. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als je te weinig elastiekjes hebt, dat het dan makkelijker is om 9 keer, of misschien wel een paar keer minder te doen. Ik zou minstens 5 keer dit doen. En als je het echt een heel mooi effect wil geven, dan zou ik 10 keer doen. Nu komt de laatste bij mij. Zo. En die zet je op een andere haaknaald. Of ja, hier heb ik er al 3 extra gemaakt. Dus je moet er 4 hebben. Of je kan hem ook op een satéprikker halen voor heel even. Gewoon even om te zetten. Je hebt er dus 4 nodig. Oké, nu gaan we verder met de oogjes. Ik heb de oogjes al gedaan. Dus hetzelfde als Smurf en grote Smurf. Dus je pakt het op je haaknaald, zet een capband van 2, ander oog, de hele oogje erop, andere capband van 2 en dat haak je er doorheen. Ik hoop dat dit duidelijk is. Als het niet duidelijk is, dan meld het heel eventjes in de beschrijving. Dan zet ik hem alsnog op. Nu gaan we verder met de oogjes, of nee, niet met de oogjes, met de armen. We pakken een enkel blauw elastiekje, maken een capband van 4 en schuiven daar dubbele, dus 2 elastiekjes doorheen. En dat doen we 4 keer. Eén. Twee. Drie. De laatste.
is 4. En zo moet hij eruit zien. Deze kan je ook apart schuiven of ergens anders. Ik schuif hem weer op mijn haaknaald. Oké, nu gaan we het voetje maken. Enkel wit elastiekje. Capband van 4. Schuiven door 1. Sorry. Door 1 elastiekje. Wou ik zeggen. Schuiven die naar achteren. Pak je nog een capband van 4 elastiekjes. Een enkel elastiekje van. En dan maak je een capband mee van 4 elastiekjes. Zet je deze kant er ook op. Krijg je dit. Ja. Zo. En dat schuif je op 2 witte elastiekjes. Dus ik heb hier 2. Dan eerst 1 kant. Zorg dat ze ook op de volgorde zitten van wat je ze er nu op doet. Dan wordt het dan worden de schoenen het mooiste. En dan erop. En dan moeten wij nog 3 keer dubbele blauwe elastiekjes erop doen. Het is 1. Het is 2. En de laatste. Die wilde heel eventjes niet. Dat is 3. Zo, klaar. Kunnen we die ook aan de kant schuiven. Voor de duidelijkheid. Je hebt 2 armen nodig. En 2 benen. Nu gaan we de neus maken. Het is heel makkelijk. Gewoon een capband van 4 elastiekjes. Of van 4 ringen. 3, 4. En dat schuif je door 2 elastiekjes. Oftewel dubbele elastiekjes. En je hoeft voor Smurfin hoef je geen oren, want er zit het haar voor. En daar hoef je er maar eentje van te hebben. We moeten ook nog haar rokje maken. Want hier zijn hier uitsteeksels van. Dus wat we gaan doen, we gaan een wit elastiekje pakken. Maak ik een capband van 3 ringen. Let op, dit zijn er 3. En daar haken we, heel even opzoeken hoor, 4 witte elastiekjes door. Dus, capband van 3 ringen. Dan 4 elastiekjes. Na dubbele elastiekjes, dus 2 elastiekjes pakken en dat... 4 en dat er doorheen halen en dat 4 keer doen. Dus dit is mijn tweede. Derde. En als laatste. 4. En dat schuif ik ook op een extra haaknaald. Of satéprikker, wat je in huis hebt. En daar moeten we er 2 van hebben. Dus, en dan zet hem heel eventjes op stop en doe het maar. Tot zo. Oké, dus nog heel eventjes voor de zekerheid, voordat we gaan haken, even kijken of dat je alles hebt. We moeten ogen hebben, de neus, 4 haarstukjes, 2 stukjes van de jurken, 2 armen en 2 benen. Oké, dan kunnen we beginnen. We pakken de Rainbow Loom en deze wijst ook eentje uit. We pakken een enkel elastiekje en doen hem aan het begin. Dit is voor als we het dadelijk vast gaan maken. Dan hoeven we niet moeilijk te doen om alles er doorheen te halen. We pakken witte elastiekjes en gaan van hier 3 keer naar beneden. Twee. Drie. Slaan hier de bovenste pin over. Voor mij is het boven. En we gaan hier ook 2 elastiekjes plaatsen. Dat gaat ook. Dat gaat 2 keer door. Hetzelfde aan deze kant.
trouwens, je moet hier ook twee keer doen, ja. Sorry, ik heb het verkeerd gezegd. Nu hoeft de pen helemaal niet over te slaan. Dus ik doe het heel even opnieuw. Je moest wel drie keer naar beneden. Mijn excuses hiervoor. Echt sorry. Ik heb niet goed mijn huiswerk gedaan, merk ik nu al. Maar ja, ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. En nu gaan we wel met geel verder. Geel, twee elastiekjes pakken. Sprong er eentje weg. Van deze kant naar deze. Van de andere kant ook. Nu krijgen we dus dit randje. En dan gaan we nog één keer met geel naar beneden. Hier ook. En dat was ons geel, die we voor Smurfin moeten gebruiken. Gaan we hier nog een enkel elastiekje plaatsen, zodat die goed vast blijft zitten. En hier nog een driehoekje plaatsen. Dat was het. Nu gaan we blauw doen. En dan gaan we met blauw drie keer naar beneden. Zoals ik kan lezen. Dus we gaan met blauw van deze naar hier. Dubbel blauw, nog steeds. En dan pakken we nog één laatste gele elastiekje. Maken we hier een driehoek. Twee. De laatste. Nee, wacht. Zo. Moet-ie. Drie. En dan kan deze zo worden ingesloten. Zo. Ik haal deze omhoog. Zodat ik dadelijk niet een geel elastiekje in mijn gezicht krijg. Dus ik pak mijn haaknaald erbij. En ik wip hem omhoog, als hij dat wil. Zorg daarom ook dat die goed naar beneden zitten. Oké, we gaan de ogen erop doen. Hier zijn die van mij. Die komen hier zo te zitten. Doen hierop. En het gaat door naar deze kant. Zo. Ik heb hem er wel eventjes heel snel opgezet. Dan trek ik ze aan de kant. En dan moet ik zorgen dat ik hier met mijn haaknaald het hier overheen krijg en hier overheen. Dat is misschien, dat is meteen de vasthoudplek voor deze elastiekjes. Kunnen we de neus hierop zetten en hierop. Dus ik ga met mijn nagel doen. Zo. En dan kan je hier nog een elastiekje erover plaatsen. En zorg dat de neus naar voren blijft zitten. Oké, nu gaan we verder met de nek. Weer twee elastiekjes. Eentje omlaag. Ga je het openmaken. En nu gaan we alleen nog maar met witte elastiekjes werken. Dus je gaat, als ik heel eventjes mag spieken, vanaf hier naar beneden. Dan ga je helemaal mee naar beneden.
Hier ook 2. Hier ook 2. Het is nu heel saai. Midden ook. De laatste. Nu moeten we haar jurk erop plaatsen. Tenminste, daar gaan we mee beginnen. Het zijn 2 stukjes. Die plaatsen we hier en hier. Dus ik haal er eentje van mijn haaknaald af. Ik stop hem in mijn goede haaknaald, zou ik maar zeggen. En ik plaats hem deze erin. Ja, dat kan ik niet rechtop, dus ik doe het heel even zo. Nu haak ik hem ook aan de onderkant, door die 3 capbands, probeer ik hem ook vast te pakken. Zit hier doorheen. Trek ik hem uit. Doe ik hem op de ene laatste pin zetten. Dus nu heb je dit. En dat bedoel ik met je pakt hem vast. Nog een keer. Hetzelfde. Je haakt hem op deze pin. Dus gewoon tegenover. En die steken we ook weer door de capband heen naar deze pin. Oké, nu gaan we de armen erop plaatsen. Kan je doen met je handen. Of niet. Met je haaknaald. Ik doe hem dit keer weer met mijn haaknaald. En die plaats je op de schouders. Die wil je een beetje los. Dan pak je de andere arm. En die plaats je hier ook op. Zo. Nu gaan we de benen op de laatste pinnen plaatsen. Maar voor we dat doen, pakken we een wit elastiekje. Maken een driehoekje. Sluiten hem in. Maken hier nog een driehoekje van. En dat gaan we de weg naar boven doen. Dus elke 3 pinnen. Die we naar boven gaan zien. Doen we een wit elastiekje. Dit is zodat ze dadelijk niet los van elkaar zitten. En nu de benen plaatsen we hier en hierop. Je zet ze weer op je andere haaknaald. Of je doet het met je vingers, kan ook. En je zet ze op het laatste pinnetje. Natuurlijk moeten ze naar binnen wijzen. Dat klinkt wel logisch. En de andere kant ook. Daar viel iets. Zo. Dan hoeven we alleen nog maar de haarstukken op te plaatsen. En die moeten hierop. Dus 2 op deze en 2 op die. Dus duw alles heel goed naar beneden. Dan pakken we de eerste 2. Dus ik heb er hier 4.
Nou, de eerste twee, die zet ik hierop. Zo, ze staan erop. En die schuif ik hier op die pin. Ik doe hem 1 voor 1. Want dit is moeilijk. Dus als het je de eerste keer niet lukt, geef niet. Gewoon nog een keer proberen. Zo. Bij mij zitten ze erop. Nu nog de andere twee. Dus ik heb ze nu hier. Het maakt niet uit hoe ze nu zitten. Want ja, het is dadelijk kunnen ze toch nog allemaal allebei draaien. En nu haak je de andere er ook op. Ik heb er eerst 1. Dat vind ik makkelijker. En die haak ik erop. Oh. Druk hem een beetje naar beneden. Nu pak je de andere. En die haak je er ook op. Hebbes. Het duurt bij mij heel eventjes voordat ik hem heb. En dan haak ik hem erop. Ja, dus nu ziet hij er zo uit. Ik heb alles erop zitten. Ja, de haren zitten er niet echt heel modieus op. Maar dat maakt niet echt uit. Dit moet je tot nu toe hebben. Ik zal hem nog een keer langs gaan. Oké, laten we gaan haken. Draai je van elkaar af. Ik doe hem weer schuin. Dat vind ik makkelijker. Tilt de capband op en het driehoekje, pak de onderste twee elastiekjes, haak hem eroverheen, midden precies hetzelfde, maar dat is makkelijker met de driehoek. Doe hetzelfde naar rechts, of naar de onderste, ligt eraan hoe je kijkt. En dan gaan we alles gewoon omhoog haken. Eerst haak ik de middelste rij. Die is het makkelijkste. Dan druk ik de middelpunt omlaag. Nu ga ik voor deze rij. Kijk uit, hier moet je ook de capband van het jurkje erom naar beneden drukken. Je hoeft alleen het driehoekje. En hier weer het jurkje en het driehoekje. En de armen opzij. De onderste twee. Dan haak ik hem hier zo naartoe. Dan druk ik hem nog een beetje omlaag. Nu het bovenste rij. Deze had ik gehaakt, dus ik mag nu hier beginnen. Hier zit heel veel. Nou, hier zit weinig op. Maar toch niet goed naar beneden gedrukt. Hier zit weer het jurkje op. Kijk uit voor de arm. Zo. Zorg dat je overal driehoekenvormen hebt. Of kaasvormen noem ik het ook wel. Zo. En nu gaan we de nek haken. Hier zit bij mij een haar tussen. Dus ik haal hem er heel eventjes uit. Zo. En dan pak ik de onderste. Het nekje. Die pak ik. Hier zit het heel strak, dus ik wiebel hem heel eventjes los. Ga ik naar onderen toe. Met twee elastiekjes. Dit was er maar eentje. Deze moet ook nog. Dan naar de bovenkant. Dit deed ik heel eventjes 1 voor 1. Deze kan ik gewoon met z'n 2 pakken.
En dan ga ik terug naar het middelste. Kijk uit voor de neus. Ogen. Nu gaan we voor de haren. Dan moeten we eerst de onderste haken, want die zit hier boven, het voorste. Daarom was ik daar ook gestopt. Dit is niet erg, want je hebt hem al gehaakt, maar ik zet hem terug. Nu zijn we met de pin aangekomen met heel veel haren. Trek alles naar achteren toe, behalve die twee die je moet hebben. Oeps, en daar knapte bij mij eentje. Geen probleem, gewoon uithalen. En een nieuwe opzetten. En zo. Gewoon een nieuwe erop zetten, heel makkelijk. Dus je gaat... Dus je haakt deze... Allemaal haak je los. Zet je er een nieuwe op. Haak je hem hier doorheen. Ik doe dit heel eventjes buiten camera. Dus tot zo. Zo, hij zit er bij mij weer op. Dan moet ik nog deze wit pakken. En die hier naartoe haken. Dan moet ik uitkijken. Want de haren moeten aan deze kant komen te zitten. Dus ik trek ze een beetje naar beneden. En dan kan ik dit rijtje afhaken. Zo. Nu ga ik naar de bovenste rijtje. Ik was hier gebleven. Pak ik de onderste twee gele. En de witte. Dan haak ik ze hier van de middellijn omhoog. Dat is er eentje. Dit is de tweede. En dan zorg ik dat ik alles een beetje losmaak. Dus dan kan hij er makkelijker in de kaasvorm of druppelvorm of hoe dat je het dan ook wil zeggen. Dan ga ik eerst deze doen. En nu krijg je het makkelijkste rijtje. Dat is het midden. En dan haak je deze twee nog. Doe je naar onderen toe. Dan haak je de twee buitenste naar het middenste toe. Hetzelfde hier. En dan pak je met twee vingers pak je de onderste vast. Het onderste elastiekje wat we nog niet gehaakt hebben. Haken we met de haaknaald naar boven toe. Toch om me heen. En dan kunnen we dit er ook op zetten. Dan moeten we het bovenste onder het onderste doorheen halen. En alleen heel even trekken. En nu kunnen we hem eruit gaan halen. Eraf gaan halen. Net hoe je het wil zeggen.